Jongens, welkom bij een nieuwe Gamers at Gear, het programma waar we elke dinsdag de laatste tech gadgets en gear bespreken. Naast me staat Tom. Dit is Peter. Ja, ik ben Peter. Ja. En hartstikke leuk dat je weer kijkt deze week. En Tom heeft tegenwoordig werkt bijna fulltime bij Gamers at en die heeft als taak Gamers at Gear. Hè? Dus die moet allemaal nieuwe stoffen, uitgevers benaderen en zo. En we hebben hem binnen, de Philips. Ja, ting ting, sense and simplicity. Ook al is dat volgens mij de slogan niet meer. Maar goed, let's make things better. Is dat het? Jaren 90. Oh, oké, okay. Oh shit. Nou ja, goed, ik ben opgegroeid in Eindhoven, dus Philips vloeit door mijn hart. Dus het was fantastisch om te zien dat Philips ook iets toe wil sturen. Ja. En het is niet zomaar wat. Het is een tv. Het is gewoon een beeldbuis. Het is een monitor die de grootte heeft van een tv. Het gaat hier om de fantastische BDM 403-7U. Ja. Dus moet ik ook altijd weer even terugkijken hoe die nou precies heet, want het is niet iets wat je makkelijk onthoudt. Ja, dan moeten die hardwareboeren eens een keertje mee stoppen. Noem het gewoon de Philips Titan of de Philips Awesomeness. Dat is gewoon wel heel erg gamer marketingtermen. Maar is het gericht op gamers? Het is eigenlijk niet zozeer gericht op gamers. Het is vooral gewoon een mooi mediascherm. En ja, natuurlijk het feit dat het 40 inch is, wil natuurlijk wel zeggen dat het praktisch een televisie is. En hij was op mijn bureau. Ik weet niet of mensen dat op Twitter en Instagram hebben gezien. Maar hij was zeg maar zo groot dat hij over mijn beamerscherm heen kwam. Oké, dan kun je ook je beamerscherm gewoon hoger op. Ja, dat is dus lastig, want het hangt allemaal in. Maar goed, anyway, dus, dat scherm hangt er natuurlijk. Dus hij was bijna te groot voor een gemiddelde setup. Mag ik eerst even weten hoe het is om te gamen op zo'n groot scherm? Dat heb ik nooit meegemaakt. Het is best wel aardig. Alleen je moet jezelf er wel even goed voor plaatsen. Want af en toe dan ben je een beetje echt. Je vindt jezelf echt omhoog kijkende. En je zit wat lager ook vaak. Dus je kan een beetje overmeesterd worden door het beeldscherm. Maar goed, als mensen dat juist fijn vinden, hey, helemaal prima. Want het is wel. Ja, het is enorm. En dan heb je ook nog eens een keer het feit dat het 4K is. Dus het is lekker scherp. Ja, maar het went enorm snel. Ik weet toevallig dat ik een hele grote tv kocht. En dan weer een keer terugging naar mijn ouderlijk huis en de ondertitels niet meer kon lezen. Omdat ik. Nee, ja, die hadden echt gewoon echt maar iets van 45 inch. En, ja. Maar went het zo snel dat je nu, als je je oude beeldscherm hebt, dat je echt zo denkt. Welke game speel ik? Absoluut niet. Tenminste, dat heb ik niet. Terwijl wel mijn eigen beeldscherm is, zeg maar, past 4 keer in deze. Want het is een 21 scherm, dus 21 inch. Past bijna dus 4 keer in zo'n 40 inch scherm. Bizar voor woorden, maar ja, ik wen ook wel snel terug ofzo. Okay. Plus als je hiervoor gaat settelen, weet je wel, dan is dit waarschijnlijk ook wel je kameraad voor de komende 6, 7 jaar. Mag ik aannemen, want dit kost ook echt iets van 600, 700 euro. Oké, je hebt Overwatch erop gespeeld in 4 fucking K. Ja, serieus jongens, Overwatch, hoe goed is die shit geoptimaliseerd? Het slaat nergens meer op. Ik kon hem gewoon op 4K klappen. Verder hoefde ik niks aan mijn grafische instellingen te zetten en het werkte gewoon. Maar ja, nee, inderdaad, je kunt games spelen op 4K en 60 frames per seconde. Is een leuke stap vooruit. Ik zou zelf eerder voor een hogere framerate gaan, maar ik moet zeggen, dit is ook heel fraai. Waarom? Gewoon hogere resolutie heeft wel iets meer. Je gaat het wel merken, vooral omdat deze ook een heel stuk groter is, zie je ook echt gewoon van okay, fuck, dit is wel echt een hele stap scherper. Je ziet zelfs dat gewoon sommige textures in de game, dat je denkt van oh shit, die moet ik eigenlijk hoger zetten, want doordat ik nu zoveel pixels heb, kunnen dingen wat sneller fuzzy eruit gaan zien. Heel gek eigenlijk, maar goed, dat wil dus gewoon zeggen, up je shit man. Ja. Koop een betere videokaart en maak al die shit high textures en zo. Ja, ik heb thuis ook een 4K tv, toen ging ik ook bij de console kijken, die is natuurlijk 4K. Oh ja, ja, ja. Wel streaming 4K, dat is anders dan native, maar... Dat weet ik. Dat is echt een compressie. Ja, heb ik ergens gelezen op internet, nu ben ik expert. Zo gaan die dingen. Dat heb jij ook gedaan, toch? Ja. Toen ik hem ging testen, had ik zoiets van, okay, ik moet snel even iets van 4K hebben. Dus toen ben ik inderdaad ook heel toevallig Better Call Saul op gaan zetten. Maar daarin zag ik toevallig dan ook weer meteen eigenlijk een beetje het zwaktepunt van dit scherm. En dat is eigenlijk dat hij heel erg veel leidt aan ghosting. Wat is ghosting? Nou, kijk, zullen we het even uitleggen? Ghosting is eigenlijk een soort van een probleem, nou ja, een obstakel bij schermen, dat als dingen snel gaan bewegen, dat er een soort van schimmen van de bewegingen achterblijven voor een aantal fracties van seconden. Ja, voor niet-Brabanders, hij zei schimmen. Ja, geesten. Vandaar ook het ghosting term gebeuren. Maar nee, je merkt het vooral, ik merkte het vooral met Better Call Saul, waar even een zwart-wit stukje zit, daar ging het een beetje schudden. En dan zie je in één keer van een soort van rood-paarsige-achtige... Ja, echt schimmen, heel eventjes blijven staan. En dat merk je niet zo heel snel met bijvoorbeeld games, omdat het dan toch allemaal continu snel is. Maar juist als je wat passiever aan het kijken bent, dan ga je dus echt zien van, oh oké, dat is heel raar. Van een fractie van een seconde denk je dat iemand bijvoorbeeld bloedt, omdat zijn lip dan even beweegt. En dan blijft er een soort van rode schim in zijn mondhoek hangen ofzo. Dat zijn dingen die je wel een beetje uit ervaring halen. En wat ook wel weer jammer is, als je deze investering doet, dat je daar nog steeds last van hebt. Ja.
Nee, dat begrijp ik. Kun jij ons even meenemen in de wereld der zwart? Ik had vroeger als mensen een goede tv kochten, zei ze altijd, ja, maar het zwart is echt zwart. Ja, nou ja, dat is in dit geval ook weer. Ja. Je hebt natuurlijk verschillende panelen, de achterliggende technologie die in de schermen zit. Dit is een soort van VA-paneel on steroids, dat wil zeggen vertical alignment, wat over het algemeen geldt als de zwartste zwart soort die we in de schermenwereld kunnen krijgen. En de witste wit soort ook? Ja, de contrastratio is gewoon heel hoog. En de contrastratio wil natuurlijk zeggen van hoe hard het wit is, hoe hard het zwart is en alles wat er tussenin zit. Het is 4000 op 1 en dynamisch 20 miljoen op 1. Echt gewoon steroïden in die cijfers gestoken. En wat dat betreft is het wel echt zijn geld waard. Ik bedoel, dat is wel echt de top of the line. Nee, qua resolutie fantastisch. Framerate is dan gewoon zeg maar standaard. Maar de kleuren en contrastratio zijn echt super vol. En daarin heb je ook heel veel dingen die je aan kan passen. En ja, ook als het wat later is, kun je vrij gemakkelijk ook de helderheid een beetje omlaag dempen. Want anders krijg je natuurlijk in het midden van de nacht dat je door dat enorm witte wit gewoon helemaal weggeblazen wordt. Snap ik. Maar er zijn genoeg soort van profieletjes die je in kan stellen waarbij het is van sRGB tinten, filmtinten, game tinten. Hij heeft ook zijn eigen software? Hij heeft een klein beetje eigen software dingetje, maar dat vind ik persoonlijk dan ook weer iets minder smooth werken. Heeft hij een app? Nee, hij heeft geen app, maar je bent minder smooth. Nee, dat komt. Ze hebben aan de achterkant hebben ze zo'n tepeltje, net als Samsung heel vaak doet. Weet je wel, dat je een aantal dingen op kan werken. Ja. Maar die werkt iets minder fraai op dit ding. Het hele programmaatje, dat menuutje wat je erbij kan halen. Het is af en toe wat langzaam. Het wisselen tussen audio en videobronnen kan ook wat langer duren en zo. Dus wat dat betreft, ze gaan heel erg Samsung achterna met hoe het voelt. Maar de OS die erop zit is iets kariger, zou je kunnen zeggen. Oké, ik heb nog twee vragen. De eerste is de Ultra Color. Dat is wat je net vertelde. Dat is gewoon Ultra Color. Er zitten heel veel verschillende color spectrums in die je in kan stellen. En dat valt bij hun onder het kopje Ultra Color. Oké, en dan hoe was het voor jou met een curved monitor te zijn? Ik vind curved altijd wel fraai als het wat groter is. Als je zo'n klein scherm hebt en het is een curve, dan precies van ja, daar heb je niks aan. Dat is een soort van halve tube dan. Maar hier heb je toch wel meer het idee van, dat is de hele lichte curve in, maar dan zit je er net iets meer in, zou je kunnen zeggen. Het is geen 3D, het is geen kijkdoos effect. Maar omdat je toch wel wat vaker van links naar rechts zoeft, voelt het iets natuurlijker aan om die curve te hebben dan gewoon plat, brap, zo'n enorme plakkaat op je bureaublad. Duidelijk, dankjewel Tom. Final thought. Final thought, enorm mooie monitor, vooral voor de mediagebruiker zou ik zeggen. Gamers misschien iets minder door het feit van dat het maar 60 frames per seconde is. Ja. Maar voor mediagebruikers en bijvoorbeeld Photoshop of editors of zo, door de vele kleurenspectrums die je in kan stellen en het feit dat er toch wel een heleboel in te stellen valt. Hele fijne veelzijdige monitor, maar dat ghosting is wel iets wat er even uit moet. Het feit dat die schimmen achterblijven, dat wil je niet meer hebben voor 6 à 700 euro. Ja. Duidelijk verhaal, lekker kort ook. Dankjewel Tom voor je hulp. Tenminste, ik had niet alleen gekund. Ja. Tenminste, had wel gekund. Misschien wel iets beter, maar leuk dat je er was. Leuk dat je hebt gekeken naar Gamers at Gear, waar we elke dinsdag de laatste Tech Gadgets in Gear bespreken. Dit was Tom, ik ben Peter. Geef overal een like waar je ons kan vinden. Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Twitch en gamers.nl. Tot volgende week.